Ik werk in de internationale taalklas in Haarlem. Ik heb een groep nieuwkomers van 7 tot 9 jaar. Mijn groep heet Neptunus. En wij werken nu sinds een jaar met Logo 3000. Onze school is heel erg zoekende geweest met het aanbieden van woordenschatonderwijs. We zijn op een gegeven moment overgestapt op het thematisch werken. En toen hadden we onze eigen woordenlijsten samengesteld. Maar daarbij kwam nog heel veel werk bij de leerkracht zelf kijken. En toen kwamen we op een gegeven moment door een workshop achter Logo 3000. En toen zagen we de platen, toen zagen we de leerkrachtkaarten erbij. En toen werden we eigenlijk meteen heel erg enthousiast over het materiaal. En nou ja, het zag er heel aantrekkelijk uit. En het scheelde ons ook heel veel werk en heel veel uitzoekwerk. Dus toen dachten we, daar willen we meer van weten. We zijn ook bezig met het aanbieden van het leren lezen, het leren schrijven en met rekenonderwijs. En ons middag staat eigenlijk echt centraal voor woordenschat en dus voor Logo 3000. In Logo 3000 zijn er leerkrachtkaarten en de leerkrachtkaarten zijn gekoppeld aan woordwebben. De leerkrachtkaart is een hele duidelijke en uitgebreide omschrijving van hoe je de woordwebben aanbiedt aan de kinderen. Daarna zijn er ook praatplaten. Op de praatplaten staan meer woorden afgebeeld en hier verzinnen wij zelf een les bij. Dan kan je aan verschillende lessen bedenken. Je kan naar buiten gaan om naar dingen te kijken, maar je kan ook in de klas een knutselwerkje doen of op andere manieren differentiëren met kinderen. Bij Logo 3000 is ook nog een kopieermap. In de kopieermap zijn werkbladen voor kinderen en staat ook de uitwerking van alle liedjes. De liedjes zijn zowel op cd te verkrijgen, maar die staan tegenwoordig ook gekoppeld aan de praatplaten op de software. Tijdens het introduceren van het thema hang ik de woordwebben op in de klas en bespreek ik deze kort. We gaan het vandaag over het weer hebben. Dat is ook het woord van vandaag, het weer. Die hadden we nog niet gehad. En het weer kun je buiten zien. Is alles hoe het er buiten uitziet. Dat gaan we straks ook doen. Maar eerst gaan we even bij de woordmuur zitten. Oeh, dit gaat over het onweer. Kennen jullie dat? Ja. Met bliksem. Dat is die flits die je hier ziet. En donder, dan is het... Hoor je het zo donderen? Ik vind dat altijd een beetje eng. Jullie? Ja. Wij gaan straks naar buiten toe en dan gaan we kijken en voelen wat voor weer is het. Is het aan het waaien buiten? Is er onweer buiten? Is het bewolkt of is er storm? Hagelt het? Is er mist? Misschien ligt er wel sneeuw of ijs? Regent het of schijnt de zon? Wij gaan straks buiten gaan bekijken wat voor weer het is. Tijdens het voorbewerken richt ik me op de beginsituatie van de kinderen. Ik zorg dat hun kennis wordt geactiveerd en dat ze betrokken raken bij de les. We zijn nu buiten en ik zie alle kinderen hebben een jas aan. Dus ik denk zelf dat het niet zo warm is. Maar wat jullie gaan doen? Jullie gaan kijken naar de lucht. Voelen bij je handen, maar ook bij je lijf. Voelen en met z'n tweeën of drieën praten. Denk je, is het warm, koud? Wat voor weer is het? Loop maar een beetje rond en ga maar nadenken, oké? Okay? Ja, maar je oren is echt koud. Okay. Ja. En Mohamed Noor, wat zie je als je naar de lucht kijkt? Beetje, wat voor weer zie je? Mist. Oeh, het lijkt ook wel een beetje op mist. Ja, dat snap ik wel. Het lijkt een beetje mist. Ik wil even ja of nee van Soendoes. Zie jij de zon boven? Nee, je ziet de zon niet. Heel goed van jou. Ik zie wat anders in de lucht. Wie weet met een vinger hoe dat heet? Fimwar. Wolken. Dat zijn wolken. Heel goed. Wat goed dat jij dat woord kent. Welke kaart hoort bij vandaag? Nee, ik denk dat het vandaag sneeuwt. Nee! Het semantiseren is het uitleggen van de woorden. Dit doe ik aan de hand van de leerkrachtkaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de drie uitjes. Uitbeelden, uitleggen en uitbreiden. Er is heel veel wind. Er is regen. Soms ook hagel. Dat allemaal bij elkaar, dat noem je storm. En die storm die raast door het land. En als je daar dan in loopt, dan kan je niet zo goed vooruitkomen. Dus we hebben heel veel verschillende woorden. Allemaal het weer. En elke dag is anders. Tijdens het consolideren worden de verschillende woorden ingeoefend.
Ik differentieer hierbij op 3 verschillende niveaus. Ik heb een beginnersgroep, een middengroep en een gevorderde groep. Voor de beginners is het belangrijk dat de woorden herkend worden en dat ze deze kunnen aanwijzen. En de storm. Heel veel wind. Dat kindje dat raast zo door de storm heen. Er is ook hagel, er is regen. Heel veel wolken en heel veel wind. Kunnen jullie wind doen? Doe eens. Goed zo. Au, au, au. Allemaal ijs op mijn hoofd. Oh, het hagelt. Goed van jullie en zo snel ook. Ik zie allemaal wolken. Geen zon. Het is bewolkt. Heel erg goed. Met de middengroep ga ik een stapje verder en wil ik dat ze de woorden herkennen en ook zelf kunnen zeggen. Manal, welke kiest hij? De mist. De mist, waar is de mist? Ja? Ik zie geen zon. Het is bewolkt. Goed zo. Ik zie geen zon. Ik zie alleen maar wolken. Dat is de mist. Nee. Nee, dat was niet goed, hè? Jullie gingen te vroeg. Met de gevorderde wordt er geoefend met het schrijven van zinnen. Het is vandaag, misschien weet je wel hoe je dat schrijft, is vandaag bewolkt, ja, storm, razen, heel goed, de mist, het hagelt. Het hagelt. Heel goed. Doordat ik differentieer, ben ik eigenlijk tijdens het consolideren meteen bezig met controleren. En kijken of de kinderen de woorden herkennen of begrijpen of kunnen toepassen. Een mooie consolideeroefening is natuurlijk ook logo digitaal. Aan het einde van de dag controleer ik de woorden door middel van een spelletje of een andere klassikale activiteit. Ik ga iets zeggen en jullie gaan het raden. Ik heb een raadsel. Als je het weet, roep je heel hard door de klas. Ja? Oké. Okay. Ja. Mijn raadsel. Ik ga morgen naar buiten toe en ik kan het buiten niet zo goed zien. Roep maar, wat denk je? Mist. Dat is de mist. Heel goed. Hebben jullie goed geraden? Ik ga naar buiten toe en oh, mijn haren gaan alle kanten op. Ik zie de bomen helemaal zo heen en weer. De storm. Heel erg goed. Ik denk dat er morgen sneeuw komt. Ha. Nee. Dan hang ik hem daar. Jij denkt nee? Nee? Nou, jij mag zelf gaan raden met je eigen pijl. Doe de pijl maar op de goede plek. Waar denk je? Wat voor weer denk je dat het wordt? Door Logo 3000 te gebruiken merken wij dat de kinderen veel meer bezig zijn met de woorden. Dat komt omdat de praatplaten in de klas hangen en ze de woorden dus eigenlijk ook de hele week zien. Dat merk je ook door de software, dat de kinderen die er nog maar net zijn op een gegeven moment ook echt woorden gaan benoemen. Terwijl wij eigenlijk zeggen, kinderen die er nog maar net zijn hoeven eigenlijk de woordjes alleen maar te herkennen. Daarnaast merk ik gewoon als leerkracht dat het heel veel tijd scheelt, heel veel in je voorbereiding scheelt. Maar ook dat je veel meer ideeën krijgt doordat die woorden al geclusterd zijn aan elkaar. Dus je ziet een kaart en dan denk je, oh, daar kan ik die hoek mee in. Of daar kan ik die hoek mee in. Dus dat is heel prettig.